die op een ongeluk een inbraak of een brand. Er moet er iets heel spannend zijn, want het is voor even krank. Hoe ben je eraan begonnen om die gedichten te doen? Nou, dat zou ik ook vertellen. Dat is, mijn man is al 29 jaar dood en... mijn zoon Henk die woonde in Hardenberg en die lag zo op een middag, een dag voor mijn verjaardag, dood in bed. En daar heb ik verschrikkelijk van dat ik dat kind verloor, want dat was iets van mezelf. En daar heel veel verdriet van had en toen ben ik aan het gaan schreeuwen dat mijn kind verloren had. En ja, ik moest het toch mijn verhaal kwijt. En de mensen willen niet horen dat je zeurt, mijn kind. Dat vinden ze niet leuk. Dus ik dacht bij mijn eigen, ik verwerk dat zelf op papier. En heb ik eerst mijn levensverhaal op papier gezet, maar van lief en leer kwam ik aan dichten. Eerst over mijn zonen dat ik die verleur. En toen later over de natuur. Ik ben een mens, ik kan genieten van de natuur. Ik heb vertrouwen, ik kan van een vogeltje, van een knieënigie, van alles. Ik heb hier ook koolmeesjes met jonkies aan hier zitten. Vind ik prachtig. Ik wil er bij zien in de vuur. Ja, want er zijn woorden niet te zien in de vuur. Eén moment. Kijk eens naar de bloemen op het veld. Zijn zij niet in weer en wind, in sterk protest tegen het geweld? Kijk naar de bomen, wat een pracht. Maken zij ons mens niet klein, die groot wil gaan op eigen macht? Kijk naar de vissen in de zee, nemen zij de zwakken niet in grote scholen met zich mee? Kijk naar de mensen om je heen, zeggen soms een hoge niet, je leeft niet alleen, al heb je ook verdriet. Nou, dat is iemand van de ouderenzorg die hier zo in de praam is. En ja, nou, daar kwam ik eens een keer met in gesprek en die zei dat meus. Maar ik zal wel vertellen, toen ik naar school ging, kon ik heel goed gedichten of een opstel maken. Dat was prima. Er zat ook een verband in. Maar had ik voor het opstellen een 8, dan had ik voor Nederlandse taal een 5. Oh ja. Want ik weet niet wat met die T moet, met een F, met een V. Een lange ei en een korte ei, dat weet ik nog, want wij hier in de platte land zeggen, we hebben vandaag een dikke rijst in. En dat is rijst. Ja, dat klopt. En dat is met lange ei. Ja. En dan hier zo een dikke rijst. En dan dit vind ik aan de plaat. Maar die zelf eigenlijk ook een bijnaam, mevrouw? Ik ja. Ja? Ja. En wat was uw bijnaam dan? Nou, dat zou ik vertellen. Mijn grootvader had een boerderij en een schoenmakerij. En op de deuren van de schoenenzaak, daar stond op, met grote letters, de schoe. En er hing een uithangbord, boom, met een schoe, ook de schoe. En wij heten Nieborg, maar vroeger hadden mensen allemaal een bijnaam. En zo noemde ze mijn opa de schoe, Olle Willem van de schoe. Mijn opa, zijn zoons, dat was... ook allemaal de schoen en mijn vader heet een Harm en Harm van de schoen. En er wordt nu nog al die gezegd, ze wordt nooit gezegd, ik ben Katrien Nieborg. Dat is een dochter van Harm van de schoen.